meester vlogger. Meester vlogger. Het is je meester vlogger, ja nog steeds. Ik begin weer met wat meer vloggen, dus dan weten jullie dat ik zit nu in mijn lokaal. En ik ga weer wat meer video's maken, gewoon over wat ik nu op het moment doe en waar ik mee bezig ben. Ik ben met wat leerlingen straks, of niet straks, maar in de video dan. En die moesten even komen bij mij en uiteindelijk zie je hoe we nog even nahangen nadat ze al vrij zijn of klaar zijn. Soms vind ik dat wel prettig om even met die leerlingen te zijn. En we staan weer weg voor de deur. Helaas met wat geluid, maar we gaan nu lekker kijken naar de vlog. Oh ja, als jij een slogan weet wat ik als eerst moet zeggen, zoals gewoon boef van dat soort dingen, laat dan even weten en post het even hieronder, want ik zoek iets. Misschien als je leraar raar leert of weet ik veel wat. Yes, veel plezier. We zijn die leerling die net aan de deur stond, wouden toch nog even iets zeggen, weet je. Ja. Dit is mijn nieuwe leerling, hè, dit jaar gekomen op een school. Young Allens. Toch? 2.0? Oké. Je moet de vrede in de wereld maken. Kom, jullie gaan er vandoor. Ik ga ze weer wegsturen, want ik moet verder met mijn editing en dat soort dingen, weet je. Ik ga jullie wegsturen, hè? Ja. Hey, rustig aan. Oh, op beeld. Ja. Rustig. Het zijn met mensen die weer trots op jullie, dat weten jullie toch? Devo. Hey, rustig. Devo. Hey, rustig. Ciao. Maar ik ben hier van niet, hè? Oké. Okay. Nee, dat zijn drie leerlingen van mij, mentorleerlingen. En hier en daar krijg je een niveau naar je hoofd. Maar uiteindelijk blijft gewoon de meester en moet ze gewoon hun best doen. Nou, er staat weer eentje voor de deur. En daar ga ik even heen en verder kijken naar de video. Veel plezier. Is je scherp? Ja toch. Mijn kapsel zit niet helemaal. Hé, hey, wanneer zijn jullie bang? Ik heb een paar leerlingen wilden de vloggen, maar nu durven ze niet meer. Je moet wel... Jack, toch meer zo'n komende Twitterpaar. Even iets serieus zeggen een keer. Serieus. Abonneer niet op deze vlogger! Niet abonneren! Ja, hè? Je moet altijd je best doen op school, weet je. En moeten ze wel abonneren of niet? Ja, voor de einde mag niet. Ja toch, Shana, kom even bij, man. Shana, kom nu ben je bang. Vertel. Moet ze abonneren. Vertel eens iets leuks over deze school, man. Kijk, is wel leuk. Niet abonneren! Oké, jongens, hij wil de hele tijd op de vlog en nu zegt hij niet abonneren. Dat is nogal raar. Maar zeg dat, zeg niet, hè? Je bent bang voor die camera. Nee. Je moet deze man volgen op Instagram, toch? Ja, man. Goeie leerling. Ja. Volg op Instagram. Go to deel 20. Hey, ga doen zo'n kuil. Zijn er 2003, toch? SHYNO 2003. Wil je wel op de vlog eigenlijk? Heb je al getekend? Voor een biertje. Nee, je hebt nog niet getekend. Maar ik mag sowieso, want ik was toen laatst toch op u. Toen met dat liedje was ik toch ook. Ah ja, klopt. Je mag. Ik niet. Maar wat zouden we eigenlijk iets vets maken, toch? We zouden iets leuks doen. Ja. Met die hele QC challenge en zo. Ja. Iets met de gym. Hey, je bent vies trouwens, hè? Ja, we hebben bakken gehad. Top bakkers. Kijk, we zijn helemaal met bakken. Vind je het leuk hier op school of niet? Ja. Eerste klasse zijn dit, jongens. En goede leerlingen. Zakaria. Mag je filmen? Jullie met je twee? Wat doen jullie buiten? Zakaria, wist je dat hier voor... Ik ga je een superster maken, Zakaria. Wat wil je niet? Oh, je mag niet naar buiten in de kastleding. Jullie gaan naar mij, naar meneer... Mag je niet naar buiten in de kastleding? Nee, niet, helemaal niet naar buiten. Jullie gaan mij naar meneer Brechtman. Oké, gaan we naar binnen. Nee. Echt waar, hey. Jullie gaan naar meneer... Ja, dit is meester Vlogger. Hey, Shakira, doe normaal. Kom, dit is Zakaria. Kom, we gaan met Zakaria vinden. Dit is Zakaria El Amadi, of zo heet hij. Nee. Is mijn nee. Zakaria is al conciërge al 4 jaar op deze school. Weet je Zakaria... Het is goed, de man. 5 jaar, 6 jaar, zeren. Hij wordt oud, hij gaat over een paar jaar. Dus als jullie willen komen, jullie zijn nu 8 of zo en jullie willen komen, dan is Zakaria misschien al weg. Misschien leuk voor jou, misschien niet leuk voor hem. Ja. Oh, man. En je gaat examen doen, ga je slagen? Ik ga examen doen, ik zeg u eerlijk, ik heb een beetje stress, hè. Mama, ik ga dit halen voor jou, je weet toch hoe we het doen. Maar ik hoop het, mama. Ik hoop het, mama. Ik ben weer aan het vloggen, hè. Video's aan het maken. En vloggen. Maar ja, vanaf nu ga jij wat vaker erop dan. Kijk, sommige mensen hebben tijd om te vloggen en sommige mensen moeten gewoon werken. Jij wordt een personage, jongen, in mijn vlogs. Word ik een personage? Hé, hey, je bent niet scherp. Hoe maak ik je scherp dan? Ja, sowieso scherp als een mes. Doe je best. Waar heb je net scherp staan? Dat vind ik echt vervelend. Zie je, soms snap ik die camera nog niet helemaal, want jij bent nu... Ik ben een geest. Nu ben je wel scherper, juist. Dit is meneer Kaan en hij is een wiskundedocent, daar kan ik veel van leren. Nu aan het nakijken, zoals het hoort, hè. Hij kan ook nog veel van Sesamstraat leren, hoor. Doe je duimpje omhoog.
Abonneer en like. Steek. Kijk, die ga ik weer uit moeten knippen. Ik ga zo meteen dan piep en dan moet ik weer uitknippen. Na lestijd, en dan zijn we. Dit duurt weer te lang. Dit zijn alweer veel te veel knipmomenten. Misschien misschien zet ik hem gewoon helemaal erin. Gewoon doen. En we gaan er van tussen. Dus lekker met de scooter. Lekker achterop bij mijn wiskunde, Mattie. En dan is het thuis gekookt, hopelijk. Of niet? Nee, meestal kook ik, maar vandaag niet. Woensdag is de dag van Lisa. You know. Maar ik heb nog nodig. Kleine 10 minuten. Is goed. Dus als jij je haren vast gaat doen, hè, dan ben je zo klaar. En ik sta op het punt om naar huis te gaan samen met meneer hier, Kaan. Hier! Maar. Lekker. Ik krijg even een broodje van Ryan hier al. Echt een lieve jongen. Waarom krijg ik geen broodje? Waarom krijg ik geen broodje? Broodje? Wilt u ook een broodje? Misschien moet je dan wat liever worden. Wat zit er op een misschien broodje? Wil meneer Brechtman ook een broodje. Wat zit er? Ja. Oh, ik ben mijn pet kwijt. Ik ben mijn pet afgepakt. We mogen geen pet hier op in school, dus ook docenten niet. Kijk hier, hij denkt. Dat is een oud leerling. Die mag hem ook niet trouwens. Dat is een oud leerling, dus leerlingen hebben geen pet op. En bedankt voor je broodje, die ga ik lekker opsmikkelen. Nee, maar je krijgt een hoge cijfer, hè? Dat weet je. Tara, kom even erbij. Tara, kom. Heb je ouders getekend? Nee. Woepie! Dan mag je er wel in, maar dan moet die maandag getekend zijn, want deze gaat online. Wacht, Tara, wie was je verliefd? Kom er ook echt in. Tara, is verliefd. Is ook een mentorleerling, ook een topper. Zeg eens wat over de school, jongens. Is goed. Wat is goed over deze? Of iets eerlijks. Eten is goed. Hij is verliefd. Zeg iets goeds over de school. Niet, maar hij gaat het zeg niet iets goeds over de school. Eten. Ja, nou, jongens, ik ga weer verder, want ik wil naar huis, want we hebben haast. Meester, vlogger. Meester, vlogger.